Geïnspireerd door de site van de KLM, waar een wandeling door Amsterdam op staat, die gaat langs de KLM-huisjes, heb ik er ook eentje gemaakt. Alleen deze gaat veel verder, want ik ga langs alle KLM-huisjes en dat zijn er 41. Dit is deel 3. Ik ben Ellie van Driel en ik neem je mee naar de wonderenwereld van de KLM-huisjes, maar ook al het andere moois dat je over de KLM kunt verzamelen. Voor deze filmpjes heb ik veel info verzameld op internet, maar ook deze boeken heb ik geraadpleegd en zelfs nog meer. En ik hoop dat je met plezier luistert en kijkt naar de info over alle huisjes. En mocht je de wandeling in het echt gaan maken, dan wens ik je heel veel wandelplezier. We waren gestopt bij de Prinsengracht en lopen verder naar de Stadhouderskade 78, want daar staat de Heineken Brouwerij en die kunnen we natuurlijk niet overslaan. We gaan in dit gedeelte de huisjes 95, 54, 42, 43 en 67 bezoeken. Naast het KLM huisje 95 heeft Goede Wagen ook andere exemplaren gemaakt en ook die worden heel vaak verzameld. Heineken was al sinds 1867 op dat adres gevestigd met de stoombrouwerij De Hooiberg. Men verwachtte hier 300 jaar te kunnen blijven, maar de eerste uitbreiding kwam al een jaar later. Beetje verkeerde planning dus. Het oude ketelhuis werd in 1913 vervangen door een nieuw brouwhuis. Het resultaat was een robuust maar elegant gebouw met een façade dat gekroond leek te worden door twee rechthoekige torens met een plat dak. Het had iets kasteelachtigs. De glas- en loodramen waren onderdeel van de moderne Art Nouveau-stijl en een grote, prominente geplaatste betegelde gevelsteen met de naam van de brouwerij was op de façade geplaatst. Binnen werden de houten ketels door koperen versies vervangen. Een hele verandering dus. In 1932 wordt de Hooiberg afgebroken en komt er een sober gebouw in expressionistische stijl voor terug. En vandaag de dag is de aroma van mout en hop helaas verdwenen. De laatste flessen werden in 1988 gevuld. En tegen de tijd dat de brouwerij in Amsterdam sloot, kwamen er jaarlijks zo'n 90.000 bezoekers. Heineken wilde graag deze traditie voortzetten en maakte daarom een bezoekerscentrum van de gebouwen. Tegenwoordig is hier de Heineken Experience gevestigd. Naast het KLM huisje 95 heeft Goede Wagen ook bij het 150-jarige jubileum van Heineken andere exemplaren gemaakt. Voor het personeel eentje met een groen dak, hiervan zijn er 84.000 gemaakt. En voor de VIP's eentje met een blauw dak en daar zijn er 2.000 stuks van. We gaan terug naar de Prinsengracht nummer 773, waar het pakhuis Frankfurt staat en dat is KLM huisje 54. Amsterdam heeft nog zo'n 700 historische warenhuizen en de meeste zijn te herkennen aan de tuitgevels. Prinsengracht 773 en 771 vormen samen een tweeling en zijn van rond 1655. Tijdens de restauratie werden er raamkozijnen toegevoegd en ossenbloedrode luiken bevestigd, die permanent open stonden. Dit werd gedaan om de namen van die huizen aan de binnenkant van de luiken te laten zien. Ze zijn genoemd naar steden waar handel mee werd bedreven. Prinsengracht 771 heet Elseneur, naar de Deense plaats Helsinger. En nummer 773 heet Frankfurt en het zal u niet verbazen dat die naar de stad Frankfurt is vernoemd. De schepen konden tot vlak voor de deur komen en in deze huizen werd voornamelijk granen opgeslagen. In 1976 zijn deze pakhuizen verbouwd tot kantoren en woongelegenheden. Aan de overkant op Prinsengracht 514 staat huisje nummer 42 en dat is van 1690. Prinsengracht is een van de langste grachten van Amsterdam, zo lang dat het hoogste huisnummer zelfs 1131 is. Dit huis heeft een 18e eeuwse halsgevel, gekroond met een gebogen fronton. Het pand krijgt een halsgevel met gebeeldhouwde zandstenen vleugelstukken en een gebogen fronton. En rond 1864 trekt een edelsmeed in dit pand. Ze doen er alles aan om een passant niet een blik te laten werpen op de potentiële kopers die het pand bezoeken. Ruim 100 jaar geleden was hier de eerste Ford garage en op de gevel is een bronzen bord aangebracht met de tekst Ford 514A, voormalig Fordhuis, 1912-1925. Op de patio hangt een afbeelding van een klassieke T-fort aan de muur.
En daarnaast op Prinsengracht nummer 516 staat KLM huisje nummer 43. Voor zover ik weet zijn dit de enige twee huizen die naast elkaar staan en die allebei als KLM huisje zijn gebruikt. Er is een stuk meer gebouwd op de Prinsengracht dan op de singel Herengracht en Keizersgracht. Dit huis is van rond 1865 en is diverse keren verbouwd en eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom dit pand model heeft gestaan voor een KLM-huisje. Ondanks verschillende wijzigingen is de klassieke kroonlijst gelukkig goed bewaard gebleven. En achter de gevel is een enorm pand gesitueerd van 569 vierkante meter met een binnenzwembad, een bar, een sauna, een bioscoop en een wijnkelder en ook nog twee dakterrassen. De winkelpui is vervangen door een staal rolluik met daarachter een inpandige garage voor diverse auto's. En als laatste in deze serie gaan we naar de Prinsengracht 721 en daar staat huisje 67. De meerderheid van de antieke grachtenhuizen in Amsterdam stamt uit de 18e eeuw. En dat is meestal de tweede stroom van huizen die op deze plaatsen zijn gebouwd. Dat was ook het geval met dit huis. Dit huis is gebouwd 1750-1755. Het vier verdiepingen hoge grachtenpand heeft een topgevel in Louis XV stijl. En de gevel wordt afgedekt door een brede houten gewelfde kroonlijst met een halfronde verhoging in het midden waar een raam in is aangebracht. Een element dat vaak gebruikt werd in die tijd. En de kroonlijst wordt ondersteund door twee consoles aan de buitenkant. In het midden boven het raam zit een fraai ornament aangebracht met daarboven een hijsbalk. En in de periode rond de kroning van koningin Beatrix kraken vooral veel jongeren woningen. De woningnood is groot en er staan veel panden leeg. En ook dit pand is gekraakt en het is een van de laatste huizen die ontruimd werd door de ME en dat was op 8 februari 1981. Eind jaren 70 en begin jaren 80 waren er naar schatting zo'n 20.000 krakers in Nederland. En mocht u nu denken dat het op dit moment weer een oplossing biedt, dan moet ik u ontmoedigen, want sinds 2 oktober 2010 is kraken bij de wet verboden. Net als veel huizen langs de gracht bestaat dit ook uit een voor- en een achterkant. Wil je meer filmpjes van me zien over de KLM-items? Klik dan even hieronder op abonneren en ook eventueel even op het belletje. Dan krijg je een reactie als ik iets nieuws heb gepost. En op de info die nu is te zien kun je ook nog zien hoe ik op andere manieren ben te bereiken.